Okay, people, let's go to work. Hallo mensen, hartelijk welkom bij een nieuwe rollercoaster aflevering en dit is 11. En vorige keer maakte ik een foutje met de afleveringnummer, maar het is niet zo'n groot probleem. En hier zien wij een overzichtje van het park. We zien links, aan die kant helemaal daar zo, zie je dus de achtbaan. We hebben een klein draaimolentje midden, we hebben een swinger, we hebben de autobaan, we hebben nog een swinger en een glijbaan. Dus eigenlijk nog te weinig en we hebben een hele leuke gastheer als spreker. Hallo, Chantal. Ja, sorry, ik ben omgebouwd, dus... Hallo, omgebouwd. Chantal die is even naar de wc, weet ik veel. Oh, Chantal is even niet? Oké, okay, nou, dan moeten we het met jou doen. Stel je voor, wie ben je? Nou, hallo, ik ben Erik, ook wel zaagselkop bij de Disney Crew, zeg maar, okay. Disneycraft Crew. Oh, grappig. Dus ja. Ben je nieuw? Ik ben al... Nou, nieuw zou ik het niet noemen. Nee. Nee, ik ga een tijdje mee. Oké, okay, je gaat al een tijdje mee. Cool. En wat is jouw ervaring met Rollercoaster Tycoon 3, als ik jou vraag, Erik? Mijn ervaring met Rollercoaster Tycoon 3? Nou, leuk om te horen. Kijk, leuk dat je zo enthousiast bent erover. Nee, ik ben er wel enthousiast over. Ik vind het leuk. Ik vind het vooral leuk dat je onderrijd kan... Wat je bouwt, kan je ook in. Dat is echt leuk. Zeker vet gedaan. En als jij een attractie moet kiezen, zou je dan een funhuis neerzetten in je park? Mag niet ontbreken. Nee, okay. Ja, dat zou ik zeker doen. Nou, dan plaatsen we die meteen hier zo. En dan wou ik eigenlijk zo weinig mogelijk thematisering, maar ik zou er wel heel veel boompjes omheen doen. Boompjes die doen het altijd, hè? Deden het mooi af, ja. En het is ook een clown. En die clown heeft hele donkere kleuren. Ik ga hem iets lichter maken. Ik denk gewoon een dikke rode neus. En dan geven we geel. Want een clown heeft vaak rood-geel en... Rote schoenen. Blauw. Ja, of misschien die ook wel rood. Wacht even. Ja, dit kan wel, dit. Ja, dit is leuk. En je ziet ook niet wat het voor attractie is. Het is een funhuis. Maar mensen gaan die tong in. En dan, ja, je weet niet wat er gebeurt. Of ze nou hier worden afgeschoten in dat fonteintje. Ik weet het niet. Even afwachten. En wat deed je dan? Deed je dan altijd vrij bouwen in Rollercoaster? Of had je zoiets van, ik ga gewoon de games doen, de spelletjes spelen, de avonturen? Nee, liever niet, nee. Ik wilde dan wel vrij bouwen. Vrij bouwen, ja. Vrij bouwen. Je kon wel die standaard dingen allemaal neerzetten, maar ja. Hè? Stop je eigen creativiteit erin loslaten, dus... Dat is beter, denk ik ook. Precies. De thema's doen, dat is leuk als je net begint, zeg maar. Even kijken wat het inhoudt. Ja, klopt. En we gaan eens even wat grond hogen, jongens, want dat hebben we eigenlijk te weinig gedaan in de game. Ik ga gewoon wat grond... Oh, daar gaat die rots ook gelijk mee. Nou, maakt op zich niet zo uit. Maar ik wil hier een keer wat land... Oh, daar gaat de pad ook mee. Oh, wat lelijk. Dat vond ik zo irritant, dat ophogen. Ja, echt, hè. Ik scheid hekel aan, maar ik wil het gewoon... Oh, shit, jongens. Oh, wat doe ik nou? Welke was het nou ook weer? Deze. Ja, dat ophogen, dat is vreselijk. Maar ik heb nou mijn berg, dan loopt het een beetje omhoog hier. Kan geen kwaad, op zich staat het wel grappig. Het is wel uitdagend, vind ik. Dat wel, ja. Maar je moet vooral ophogen voordat je wat geplaatst hebt, hè? Ja, klopt. Eigenlijk wel. Officieel zou ik dat wel aanraden, inderdaad. Maar ik heb het nou een beetje anders gedaan. Beetje stout. Maar mensen gaan wel in de funhuis, dat betekent dat het... Ik denk een uitdagend funhuisje is. Nou, goede set dan. Ja. Goede onderneming weer. Precies. Nee, mensen zijn sowieso wel blij met wat je bouwt in de park, hoor. Dat merk je wel heel erg. Van wat je ook plaatst. Mensen vinden het altijd wel leuk wat je neerzet. Als je maar iets neerzet, dat is ook belangrijk, hè? Ook dat, ja. Want je begint natuurlijk helemaal leeg, hè? En dan, ja, klopt. Lopen ze maar een beetje rond te dwalen en dan... En ik ga niet zoveel aandacht aan dit besteden, denk ik, aan die funhuis. Ik vind hem leuk zo. Misschien dat we een randje eromheen moeten maken, maar ik heb er geen zin om iets her en der te plaatsen. Misschien dat we iets van... Nee, dat is een beetje kaal. Dat is misschien leuk, zo'n hekjes. Zo, mensen gaan al in het funhuis. En ze komen tevreden naar buiten. Dat betekent dat het goed is in dat ding. Okay, super. Nou, even kijken of het met die swinger gaat. Die swinger is open, maar er kon geen hol reet in. Er kon geen hol in, joh. Wat? Zo'n swinger. Bij de,
Heb je de paden er wel goed naartoe geleid maar of er zo? komt gewoon niemand in. Helemaal stil. Niemand wil erin. Allemaal is het van, ja, ze willen natuurlijk allemaal in die autobaan hier. Die autobaan maar is gaaf. De prijzen, heb je prijzen ingesteld of niet? Ja, alleen voor het park. Betaal je €2. Dus het valt mee. Zullen wij anders een achtbaan bouwen weer, Erik? Ja, dus een achtbaan? Een achtbaan ja, dat is weer. Goed. Ja, maar, ja en, dat is mooi. Wat is jouw liefste achtbaan? Heb je dan liever een heftige of een beetje een kinderachtbaantje weer? Nou, ik vind een tussendoor achtbaan wel vet eigenlijk. Dus wat wel wat toch wel iets heftigs heeft. Ja. Denk, je begint rustig en dan vervolgens dan zit er toch lekker een paar loopings in. Er moet een looping in. Bij mij moet er altijd een looping in. Oké, dan gaan we sowieso nu een attractie maken met een looping. En dan gaan we kijken, zullen we dan een achtbaan met loopings doen? Gewoon de originele soepele achtbaan over een stalen baan die verticale loopings maakt. Of heb je liever de achtbaan met verticale val? Dat is zo'n, dan zit je vierbreed. Maar we hebben nog niet echt die hebben we nog niet gedaan, de achtbaan met loopings. Oh, nou dan moet die toch wel... Ik denk wel dat we dat moeten doen. Dan is dat hoog tijd, ja. Maar je hebt ook die drifting coaster die je zeg maar bij de Formule X hebt. Die, waar ik mijn telefoon heb verloren. Ja, oh. Die ja. Oh. We kunnen ook de giga-achtbaan nemen, maar die gaat wel vrij hoog. Ik neem gewoon de originele. Oh, voor mij heb ik verkeerd geklikt. Achtbaan met loopings. Okay. Ja, mijn broer. zullen we hem... ik ga hem iets hoger laten vertrekken zo. Dat hij een heel klein heuveltje naar beneden gaat maken. En dan de karretjes worden dan... zo'n hele lange trein doen of een kortere? Ik denk een lange is ook wel gaaf, hè? Gewoon een oldschool lange trein. Ja, maar trekt hij dat wel? Dan moet je wel opletten dat hij hem... Ja, dan moeten we goed... we kunnen acht karretjes. Dat valt op zich wel mee. Ik ga eens een keer wat. Je kan hem ook heel stel naar recht omhoog. Maar dus heel stel. Oh, maar dan word je echt afgeschoten ook wel weer. Nee, moet gewoon dat wel. Omhoog getakeld. Maar echt getakeld stel. Je kan hem. Ja, ik zou het wel kunnen proberen hoor. Ik weet niet hoe het is. Ik ga eens kijken. Dat is ook wel gaaf hoor. En je kan hem recht omhoog zelfs, of niet? Oh, ja. Oh, nee, niet meer. Je kan, dit is wel vet hoor. Ja, ik denk dat we dit gaan doen. Echt omhoog. Het heeft wel iets. Ja, ik denk dat ik dit doe. Het is wel iets anders weer. Maar dat ben ik wel een voorstander van. En moet je dan gelijk naar beneden? Ik vind van wel. Jij laat de mensen niet langer in spanning. Je hebt zoiets van dat ding, dat je bent boven en dan direct. Ja, gewoon, ja, inderdaad. Gewoon gelijk met de deur in huis vallen. Inderdaad, nou letterlijk. Met het karretje in huis vallen bedoel je. Echt, hè? Kijk, dan gaat hij naar beneden zo. Dan gaat hij weer naar beneden. En dan gaan we de looping maken natuurlijk. Daar wachten we op, hè? Twee loopings of één? Eén denk, of niet? Eentje, ja hoor. Dit is voor mij wel een leuke achtbaan, denk ik. Oh, okay. Denk het wel. Ja, ik probeer ook maar wat hoor. Ik vond het begin wel leuk om een beetje... hij gaat een beetje slalom, het gaat hij heen en weer als een soort rupsje. En dan vervolgens gaat hij stijl omhoog. Dat vond ik wel grappig. Vond wel iets Dat is inderdaad wel leuk, ja. Nou, dan gaat hij omhoog getakeld worden. En dan gaan we kijken of hij hem haalt. Er zit een looping in. Met een klein rechtstuk. Even kijken of dat een beetje realistisch is of dit niet... Nou, dan gaat hij. Een beetje volgen, jongens. Gaat hij beneden, zo. Is het wat? Ja, dit kan wel. Haalt hij dat stuk? Oh, wat stel. Oh, dat haalt hij wel. Ja, dat haalt hij wel. Je zou hem nog...
Hij is wel leuk hoor. Hij ziet er al grappig uit. Hij is leuk. Ja, hij wordt grappig. Oh. Even kijken of we daar nog een beetje een... Ik wilde wel een bochtwerk in doen, dus... Natuurlijk moet er een bocht... Zodat we ook lekker kunnen slingeren natuurlijk. Echt, G-krachten moeten ze voeden. G-krachten, ja. Beetje G-kracht. Achtbaan zonder G-kracht. Oh. Ja, dan heb je niks. Nee, heb je niks, nee. Maar in de draaimolen. Inderdaad. Mooi gezegd, Erik. Kijk, ik zit nou een beetje krap te doen. Het is een beetje verzin, hè? Ja, het is ook niet dat al te simpel. Dat moet je ervoor doen. Dat vind ik wel een grappig design. Ja? Het is niet echt mijn beste design, maar ja, je moet er altijd wel maar wat van maken, hè? Toch? Nee, absoluut. Ik ben sowieso niet van de grotere achtbaan. Ik ben altijd een beetje van de compacte achtbaantjes. Dat ze een beetje langs elkaar heen gaan. Dus ik wil sowieso nog wel in deze video ook nog een wilde muis achtbaan gaan maken. Want waarom? Waarom moet het niet groot volgens jou? Ja, ik weet niet. Ja, ik weet niet. Ik vind het nooit overzichtelijk. En ik vind het eigenlijk wel heel stoer als die een beetje op elkaar propt, dat het wat spannender wordt allemaal. Ja, ja, ja. Oké, dus dat mensen echt, als ze in zo'n karretje zitten, dat ze echt denken, oh shit, nou ga ik eraan, zeg maar. Ja, zoiets. Nou ja, knal ik tegen de baan op. Inderdaad. Het lijkt me gaaf. Ja, dat is juist ook het mooie van die race-achtbaan. Zelfs ze tegen elkaar racen. Klopt. Nou, nu zit er een soort knikje in de achtbaan. Dat vind ik jammer dat het altijd zo is. Hier die knik, dat is heel onrealistisch. Maar ik denk niet dat ik dat kan wijzigen. Misschien als ik dit zo maak, dan komt die ook niet mooi uit. Kijk maar, dan kan je niet die spiraal voor maken. Dat is echt zo jammer. Kijk hoor. Nee, want kijk. Je moet hem zo laten gaan. En dan zou ik hem nu die... Jammer hè, dat hij dat niet doet, joh. Dat maar is zo. Hij heeft zo'n knik heeft hij daar. Nou, we kunnen het proberen, want ik wil graag dat hij die spiraalvorm op het einde hebt. Dat vind ik eigenlijk heel vet. Maar hij heeft nou heel veel... even kijken hoor. Zo, dat is goed. Maar dan heeft hij nog een heel lang stuk. Dat is wel jammer. Dan doen we gewoon dit, jongens. Dan doen we niet dat heuveltje in het begin. Oké, dat doen we hier zo. En doen we hier het station. Nou, lekker heuveltjes, makkelijk. En even kijken, een goede hoogte komen weer. Dat is altijd. Ik denk dat dit de goede hoogte is. Ja, dit is de hoogte. En doen we hier die rem. Even kijken, en dan gebruiken we geen blokremmen, maar gewoon de normale rem. En dan zou ik iets van oh, jeuk op mijn rug, jongens, even wachten. Oh, zo lekker. Dan zou ik van ongeveer, nou, wat zo hard zal die gaan? 20 kilometer zou ik hem naar 15 laten gaan. En dan naar 11. En nee, we moeten daar een bocht maken, zie ik. Dus dan zouden we nog even één keer een rem doen nog. Van 15. En dan kan je hem gewoon een bocht laten maken zo. Nou, iets kleiner station dan ik had verwacht. We kunnen even kijken hoor. Ik zou ook gewoon kleine karretjes kunnen gebruiken. 2 treinen van 4. Nee, dat gaat niet. Zal ik 2 treinen doen van 3 karretjes? 2 treinen van 3, dat is wel mooi toch? Ja, dat is een klein compact achtbaantje. Ja, is wel spannend.
Oké. Ga ik hem even testen. We gaan er gelijk maar even in zitten dan. Misschien wel leuk om dat even te zien gelijk. Voor de mensen. Kijk, dat is het bank. Zo, daar gaan we. Het kan een beetje hard zijn het geluid. Excuus mensen. Nou, even kijken of het een beetje een beleving is. Of het een beetje spannend is. Deze achtbaan. Oh, sowieso je naam of een wilde muis achtbaan maken. Oeh, lekker stel. En een knik. Auw, dood. Nee. Nee, je bent niet dood. Maar het zal een harde knik hoor, denk ik. Dat was wel lekker. Oeh, lekker. Kijk, zit er achterin. Te hard op het einde. Hij gaat heel hard hier, dit stuk. Oh. Dan mag hij hier, gaan we dat even aanpassen nog. Oh, hij gaat echt hard nog. Dan zou ik nog een stuk kunnen maken. Dan ga ik toch even dit fixen hoor, dat laatste stukje. Vind ik toch niet zo netjes dan. Ja, ik weet niet of hij nog gespeed had. Dus dan zou je dit kunnen doen, denk ik. En dan zou je in principe hem een kleine draai weer kunnen geven. Van zo'n kleine spiraal. Vind ik ook best wel grappig als dat erin zit. En dan komen hier die remmen. Zo. Geen blokremmen. Ik selecteer altijd de blokremmen. Zo. Ik denk dat dit hem beter wordt, naar mijn gevoel. Oh shit, hij is ook te laag. Altijd een gepuzzel, hè? Of het is altijd uitkomt, gepuzzel. Hoe je. Echt altijd. Dan ben ik echt serieus. Nu doe ik hem net langs de zijkant, dat vind ik wel net. Oké, ik heb hem aangepast. Een beetje. Oké. Misschien een beetje verwarrend, maar ik heb mijn best gedaan. Zo. Het einde is een beetje anders geworden. Nou, het ziet er wel misschien leuk uit zo. Oké, dit is mijn achtbaantje. En dan gaan we een wilde muis achtbaan maken. Die maakt dan een beetje. Hier zo. Dit stukje is mooi. Oké, en de wilde muis achtbaan is me gewoon. Ja, dat vind ik gewoon een heerlijke achtbaan. Dat is gewoon. Ik weet niet. Dat is gewoon compact en fijn. We hebben nog meer keuze hoor. We hoeven niet per se een wilde muisachtbaan. Maar die zijn wel het leukst. Oh, kijk nou. Radiator Spring Racers. Dat is van Cars. Maar ik weet niet of als ik die aanklik kan mijn spel vastlopen. Dus ik doe hem daar even opslaan. En dan moet ik hem even testen voor de volgende opname. Want dan test ik hem niet in deze opname. Of die het doet. Je hebt ook de Booster Bikes. Oh nee. Turbo nee, bikes. Nou? Ja. Van Toverland. Die kan ook. Echt waren die super vet, gaaf, hoor. Hè? Oh. Ik kan hem gebruiken op zich. Maar de Towering Coaster, die ga ik nu doen. Want die Towering Coaster is het beste wat je kan hebben gewoon in je attractiepark. Dat is echt het meest gave ding wat je kan bouwen in zoiets als dit. En ik plaats hem gewoon lekker hier zo. En dan plaats ik hem ongeveer zo hoog. Kijk, je kan echt hele gekke dingen doen. Je kan echt leuke dingen doen met deze achtbaan. Echt zo verschrikkelijk leuk. Kijk dat bochtje, hoe cute. Echt een cute bochtje. Oh, waar zitten we nu ineens? We zitten eens aan de andere kant van het park. Oh, even kijken hoe die achtbaan ging op het einde. Nu we er toch zijn. Ja, dan gaat hij zo, gaat hij stijl. Dan kunnen we hier een waterfonteintje maken, sowieso. De omgeving gaan we heel vet maken, jongens. Beetje waterrivier hier. Oké, gaat hij een spiraaltje maken. Oeh, daar gaat hij best wel snel doorheen, joh. Dan hoop ik dat hij dit. Oké, dit maakt hij een mooi vaartje. Kijk, dit kan wel, denk ik.
Nee, die knikkie, die spiraal. Ik weet niet wat de uitslagen worden. Ik heb het gevoel dat die best wel aardig nog... Ja, Te heftig zijn. Dat die nog wel... Ik denk het wel. Kijk, komen ze spugend. Resultaten. Ja, ik ben benieuwd. Krijg je van die kotsende mannetjes in je plek? Nou, dat krijg je zeker, ja. Kijk, ik kan wel wat lager maken, hoor, de liftsnelheid. Dan wordt hij sowieso wat minder snel. Dus dan is hij ook wat minder eng, zeg maar. Nou, hij test nog steeds, dus dan gaan we gelijk door met die andere achtbaan. Die stond hier namelijk. En volgens mij zit hij niet aan de grond. Nee. Voor mij kan hij nog één lager, een moment. Oh. Nou, kom op jongens, ik wil even normaal kunnen bouwen. Kan hij nog lager? Nee, hij kan niet nog lager, wat raar. Dan heb ik hem verkeerd geplaatst. Dan moet hij nog één hoger. Zoiets, denk ik. Dan gaan we naar beneden. Zo, en dan zo. Maar waarom kan ik nou geen ketting erop plaatsen dan? Gaat die gewoon uit zichzelf dan? Even kijken hoor. Hou het. Zal het er niet? Ik ga eens kijken. Ik kan geen ketting... Nee, dat gaat hij niet redden, nee. Volgens mij zit er een speciale omhoog takel ding op. Even kijken hoor, hoe doe je dat ook weer? Is er geen afschiebaan? Oh, wacht. Oh, hij moet recht omhoog. Oh, wauw, dat is echt gaaf. Oh, wacht, dan weet ik precies welke dit is. Oh, dit is gaaf, deze. Oh, die heeft zo'n ding. Oh, dat is freaking eng. Kijk, oh... Die gaat recht naar beneden. Oh, dat is wel freaking eng hoor. Nee, deze ga ik niet maken. Het begin was wel geniaal. Maar deze wordt hem niet. Ik vind het geen mooie rollercoaster. Maar dit is wel een beetje het idee wat ik wel gaan doen. Weet je, Vitalen met de achtbaan. Mensen, ga door. Nee, dat is niet een mooie coaster. Even kijken hoor. Je hebt de inverted. Nee. Even kijken hoor. De... Staande achtbaan heb je ook. De telring, die is mooi hoor. En dan krijg je gelijk die wilde muis. Die wil ik niet. Ik wil wel zo'n achtbaan wat je net zag. Maar je hebt dan nog zo'n soort, geloof ik. Ja, die draaiende wilde muis, die is ook wel grappig. Maar die vind ik zo standaard. Dan wordt het gewoon een wilde muis. Stem je op een wilde muis ook? De wilde muis. Mm-hmm. Wilde muis achtbaan. Dat wilde muis. De wilde muis, dat is een geliefde. Dat is echt een familie. Ja. Familie, Vinnie? Of niet? Nou, ja, je moet hem zeker doen, ja, want het is echt voor iedereen. Even die kleine leuke baantjes, zeg maar. Oh. Ja, echt, hè? Zullen we heen gaan? Oh, we hebben alles gehad. Oh, dan gaan we nog even daarin. Juist. Alleen, je kan niet schuin ermee. Zeg maar, ja. Ik heb het gevoel dat hij niet op de grond zit, zie je het? Echt vreemd hoor. Ik heb die hoogte weer niet goed gedaan, denk ik. Oh. Dat is irritant hoor. Bezoekers hebben honger en klagen over meer eetkramen. Oh, die stomme bezoekers ook altijd. Ik heb honger. Ik wil vreten. Dan moeten ze naar de wc. Echt hè? Wilde muis, althans die wilde muisachtbanen, die zijn zo fijn voor je ribbetjes trouwens. Nee. Oh. Zal ik hem recht omhoog doen? Nee, schuin denk ik, hè? Schuin, ja, die moet je wel... Zal ik hem niet zo heel hoog doen, want dan is het nog een beetje toegankbaar voor mensen. En dan gaan we inderdaad die ribbetjes doen, hè? Wat Erik zo lekker vindt met die scherpe bochtjes. Oh, auw. Die zijn prachtig. Die moet je sowieso erin hebben. Oh, ja, leuk. Weet je nog in het drieflied? Ja, daar gaat maar om. Oh. Zo, we hadden wel wat, zeg. Dode. Nou, hier gaat hij nog niet zo heel snel, hoor. Even kijken, hoor. Misschien gaat hij hier snel. Oeh.
maakt vooral vaart wanneer je die beneden heuvels doet, zeg. Beneden afdaalt. Hij gaat steeds harder, hè? Oh. Kijk of hij dit haalt, hoor. Denk het niet. Ik denk dat dit te hoog is. Ja, net te hoog. Ik wist het weer, hè? Nee, dat ook. En als je dit doet, even kijken wat hij dan doet. Oh, dat haalt hij net. Oeh, lekker. Dan wordt hij te saai, hè? Dat is het gevaar met zo'n muisachtbaan. Dat hij saai wordt. Hij kan te saai worden. Eén dingetje te veel erin doen en dan wordt dat te saai. Klopt. Of een dingetje te weinig. Ja, klopt. Kan ook nog. Ah, ik ga proberen dat hij een beetje, ja, dat hij wel leuk wordt. Even kijken hoor. Je gaat zo, dan ga je die bocht om, dan kom je een scherpe bocht. Ik weet niet of hij dat gaat halen hoor. Dit is wel heel riskant wat ik nu heb gedaan. Maar, wie die waagt, wie die wint toch? Absoluut. Zo, dan gaat hij erachter. Dat haalt hij net, ja. Scherpe daling. Haalt het wel jongens, ja, maar als hij vol zit. Ik neem het riskant niet. Maar, nou dan moet je hem testen natuurlijk, hè. Moet je testen met mensen erin. Oh zo ja. Oh, nu gaat hij iets te ver afwijken van wat ik wil. Je hebt wel een rollend vat. Dat is wel leuk om een rollend vat erin te doen. Gaat hij toch een beetje op zijn kop. Nee, dat doen we niet. Geen rollend vat erin. Dan ben ik maar een beetje saai. Hij gaat de verkeerde kant op, jongens. Nee, dat vind ik niet. Hij moet hier de knus. Ik had gezegd dat we hem knus zouden maken. Dus dan moeten we hem wel. Hij moet niet te groot. Nee, maar hij moet een beetje. Kijken of hij dit gaat halen. En dan moet ik de toetakeling een beetje sneller zetten, zo. Handig of zo. Ja, ik denk dat hij dit wel moet gaan halen. Sowieso, ja, dat is het nadeel. Je moet af en toe een beetje testen, hè. Dat kan af en toe een beetje lang duren. Je kan hem, kan ik je niet zeggen, van we plaatsen hem van daar naar daar, weet je wel. Dat is wel jammer. Dat maakt het wel realistisch, zeg maar. Dat wel. Echt is het ook niet zo van, nou, we plaatsen hem daar neer en dan, nou, als goed bezoek is, wordt het ook getest. Ja. En je hebt een hele lelijke knop dat ze bij Rollercoaster doen, dat is dat hij de baan automatisch afmaakt. Dat is zo verschrikkelijk lelijk. Dat is zo. Oh. Ik heb een leuk idee. Ik heb gewoon een heel grappig idee. Ik heb een ander gamekanaal. En ik denk dat ik daarop een Rollercoaster Koen serie ga starten dat ik echt de levels probeer uit te spelen. Dat is ook wel leuk misschien. Ja, ja. Ja, doen dus. Echt, hè? Hier gewoon lekker de vrije ruimte. En op dat andere kanaal gewoon lekker de levels. Mooi. Echt, hè? Zo, ik ben zomaar wel random aan het doen hoor. Maar ik vind het wel de leukste ding om te bouwen. De kleine treintjes vind ik heerlijk. Vind ik echt verschrikkelijk leuk. Als je er veel variatie aan kan brengen. Ik probeer het. Groot is niet altijd beter, hè? Dat, Nee, klopt. Maar zie ik nu net. Oh, nu zie ik er net één te hoog. Shit. Groot is. Hoop ik niet dat dit te snel gaat. Dan zou ik hier even kijken hoor. Blop, blop. En dan maken we hier nog wat remmen voor de zekerheid. Want ik ben bang dat hij weer heel snel gaat hier. Oh, die moet ik gewoon houden zo. Moet dat stukje weghalen. Zo.
En dan gaan we hier weer de remmen plaatsen als vorige keer wat we hadden gedaan. Remmen van 13 kilometer naar 11 en dan naar 8. Oké. Nu gaan we erin zitten meteen. Ik snap niet waarom die nou zegt dat we hem niet kunnen openen hoor. Want er is toch niks aan de hand. Er is iets niet goed aan die achtbaan. Hij wil hem niet openen. Wil hem niet openen? Oh, wacht, misschien moet het af... Ja, ik snap hem al. Ja, ik had een techniek dingetje had ik aan. Nou, ik ga er eens in zitten. Even kijken of het wat is. Goed oordelen, mensen. Achtbanen bouwen met Vincent. Oh, mooi zonnetje. Mooi uitzicht op het park. Oh, wat een lange trein. What the fuck? Oh, heb ik het verkeerd gedaan? Oh. Afsluiten. Ik heb toch gezegd van zoveel treinen, aantal treinen. Oh, ik snap hem al. Ja, dit is de goeie. Excuus mensen. Sorry. Lekker slim. Dan gaan we gelijk die kleur aanpassen en die zien er niet uit. Oh, je kan nog dingetjes aanpassen. Of het een draakje wordt, een tijgertje of een muis. Ja, het is een wilde muisachtbaan. Ja, eigenlijk wel, ja. Ja, maar dat is een standaard. Ik neem gewoon de kleine van die mijnkarretjes. Die we ook hebben gedaan met dingen. In de Drievliet. Ja? Ja. Oké, okay, de achtbaankleur wordt dan geen blauwe, maar een bruine. Hou een beetje die stijl aan. Die maak ik dan lichtbruin. Nou, mag best vertrekken hoor, mensen. En donkerbruin. En die maken we dan anderbruin. Dit moeten we dan toch andere kleuren, grijs of zo. Is gewaagd. Nou, we gaan eens kijken of die wat hij doet. Oh, gaat hard omhoog. Au. Nu heeft Erik al een bombreuk. Ah. Wee. Daar zouden ze een racestoel voor moeten maken. Waterstoel die je dan ook kan kopen. Echt hè? Oh, die is mooi vloeiend die bocht. Au. Dit is wel aardig deze. Vind ik zelf. Ik vind het wel aardig. En dan krijg je weer dat stukje zo. Dat is ook wel leuk. Au. Botbreuk 83. Botbreuk 84. Mooi die remmen zeg. Oh, hij gaat helemaal niet zo hard op het einde. Mooi. Hij is perfect. Nou, ik vind het een leuke layout. Ik vind het een leuke achtbaan deze. Ik wil deze eigenlijk zo snel mogelijk de bezoekers erin hebben. Ik ga die snel openen en daarna eindigen we de het level. Of de video eigenlijk, hè. Oh, heb ik net weer... Oh, heb ik hem weer net verkeerd geplaatst. Maar meestal wil ik geen wachtrij. Wil ik gewoon dit random. Zo, doe ik het op deze manier, jongens. Maar dat ziet er niet uit, ik weet het. God. Doe het lekker moeilijk. Ik maak eerst dat pad even. Waarom is het zo donker in die game? Zo vervelend soms. Het is echt soms vervelend. Oh, s'nachts. Oh, dan gaat het laggen. Oh, ja. Dan gaat het laggen. Hey, dat vindt mijn computer niet leuk. Zo. Hey. En soms dan lijkt het net alsof het donker is. Dan is het heel erg dark en dan... Tant. Ja, heel vervelend is dat. Zo. Gaan we dat inkleuren. Pat, ik moest toch etenskraampje doen, hè? Ja. Dat volgende keer wel. Ja, ik ga even ja. Kijken naar die achtbaan, hoe die is getest. Want die heeft ook testresultaten deze. Okay. Ben benieuwd wat het is. Oh, hoog, jee. Hoog en laag. Nou, dat is op zich wel lekker spannend. Ik zou zeggen, die doen we ook dadelijk linken met track. Leuk. Nou, in ieder geval weer een paar rollercoasters. En dan zal ik snel even van die etensteentjes neerzetten. Want mensen willen alleen maar vreten. Hamburgertje kraamp. Nou, waar zal ik die neerzetten, jongens? Omdat dit gebied nog niks heeft, plaats ik hier wel even eentje.
En dan plaatsen we ook nog een drankraampje voor het geval ze gaan zeuren om frisdrank. DC's, heb je die al geplaatst? Ja, niet zo heel veel. Gaan ze daar weer over een loven, bitje? Ik zal er eens. Ik zal er eens een toiletje naast zetten zo. Zo, dat is verplaatst. Oh, ze gaan nu wel voor de ingang van die. Van dat ding, van die zweefvogel. Oh, ze hebben hem gevonden? Ja, ze hebben hem gevonden. Goed zo. En ik denk dat we die. Die wagentjes kunnen we nog wel wat sneller maken. Dat er wat meer wagentjes vertrekken. Zo. Iedere 0 seconden vertrekken ze. Huppakee. 5 seconden, denk ik. Leuk. Nou goed, dan hebben we in ieder geval weer een productieve 2 achtbanen gemaakt in het park. Gaat er wat beter uitzien nu, denk ik. Ik had die baan trouwens eventueel wat moeten opschuiven naar deze kant toe, zie ik nu pas. Want hij zou precies hier in dit stukje passen. Een beetje dom weer. Maar misschien, dan ga ik eens kijken of dat lukt, want je kan een achtbaan opslaan, toch? Als je testresultaten hebt. Dat kan, ja. Even kijken wat het kan. Oh. Dat is voor mij echt heel erg, ja, niet nieuw, maar je kan ergens... Hier, denk ik. Sla de attractie op. Kijk. Baanontwerp opgeslagen als wat? Achtbaan met loopings 1, denk ik. Ik ga eens kijken of die erbij staat. Oh, dan moet ik natuurlijk deze doen. Het laad-icoontje. Achtbaan met loopings 1. En? Ja, hij staat erbij. Oh, yes. Oh, dan kan je hem gewoon gelijk in één keer plaatsen. Ja, dat dan kan ik nice. Hem nog een keer... Kijk, dan kunnen we hem gewoon hier neerzetten. Hij lijkt wel enorm. Dan zou ik dit wel kunnen doen, joh. Die... Oh, dit is misschien wel grappig. Oh, wacht even. Ik weet wat leuks. Ik doe de... Ik haal die weg dan. Hoe doe je dat dan? Deze prullenbakje. Zo. En dan doen we gewoon het nieuwe plaats. En dan moet je dit pad... Moeten we even kijken hoe we dat gaan doen. Laden. Zo. Dan gaat hij weer laggen natuurlijk. Kijk. En dan plaatsen we hem... Oh, dit is ook wel een mooie plek, dit zo. Vind je niet? Hier past hij wel precies in, dat stukje. Ik denk dat ik hem gewoon hier ga plaatsen, hoor. YOLO! Zo staat hij veel beter, vind ik. Ja. Kijk eens aan. Ja, jij kan niet zien, hè? Nee, ja, ik ben echt zwaar benieuwd. Echt waar. Oh. Ah, sorry. I'm very sorry. I'm very sorry. En dan ga ik het pad stiekem... Ga ik even die Cars-attractie testen of mijn spel niet vastlaat. En dan gaan we de volgende keer gaan we een hele vette... Maar we hebben natuurlijk al een rit in de kartje. Dan gaan we even kijken hoe we dat vet kunnen maken... om ook een Cars-attractie ook erin te zetten. Vind ik wel een uitdaging eigenlijk. Accepted. Zegt u? Challenge accepted. Challenge accepted. Zo, dan doen we gewoon de achtbaan, doen we de ingang gewoon aan de andere kant van die achtbaan. Even kijken, doe gewoon, even kijken, 100, zoveel knopjes. Ik kom er nog nooit achter van waar wat zit. Het is echt zo vervelend. Hier. Soms is het echt hinderlijk hoor, Erik. Zo. Echt hè? Zo, heb ik het. Druk je weer net het verkeerde knopje in. Ik vind hem wel mooi zo dat hij hier staat nu. Ik vind het wel, hij heeft wel een mooie plek gekregen nu. Beter dan voorheen. Een beetje lekker te maken hier zo. Ja, sorry. Nou, bedankt voor het kijken mensen naar aflevering 11. Ik hoop dat jullie het park een beetje leuk vinden op deze manier. En ik doe mijn best om er wat vet van te maken. Misschien leuk om in de command... Ja, nee, dat heeft geen nut. Ja, als ik vraag van... Wat willen jullie graag zien in het park? Dan waarschijnlijk heb ik het park of al af... Of ik heb het al iets anders voor gebouwd. Nou, wie weet... Ja, laten we zeggen, je kan altijd reageren. Ik ga zeker de comments lezen en dan zie ik je volgende keer wel terug. Doei, bedankt voor het meespelen, Erik. Yo! En tot de volgende video. Doei doei! Doeg! Je klonk als een opa. Yo! Mijn kunstgebed vloog eruit. Yeah! Yo! Yeah! Oh. Yo, nou ga ik hem ook weer eens installeren.